allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik zal me even omdraaien, dan kunnen jullie zien waar ik ben. We zijn vandaag in Fort Beemster en ik zie langzaam de collega's aankomen, want we gaan vandaag leren. Mijn naam is Maaike Schip, ik ben directeur van Leverland. Deze bijeenkomst gaat over leren en over kwaliteit en hoe je dat met elkaar kan verbinden. En ik dacht, dat verbinden we eigenlijk het mooiste door te kijken naar onze kernwaarden. Want onze kernwaarden zijn vertrouwen, ontwikkelen en verbinden. En die drie heb je alle drie nodig om te komen tot kwaliteit. Als je geen vertrouwen in elkaar hebt en niet op elkaar afstemt, kan je niet met elkaar kijken, gaat het nou goed, kan het beter, hoe moet het nog doen. Als je jezelf niet wil ontwikkelen, kan je ook dat wat je doet nooit de volgende dag een beetje beter. En als je je niet in verbinding stelt met die ander, je afstemt op die ander, dan kan je ook niet reflecteren op je eigen gedrag. Want de ander is in feite een spiegel voor jezelf. Tijdens de bijeenkomst hebben wij de opdracht gekregen om groepjes uit elkaar te gaan en om op te schrijven op een post-it wat maakt jouw werkomgeving plezierig en uitdagend. Vervolgens hebben we van deze post-its een top 5 gemaakt en die opgeplakt op deze vlak over. De uitkomsten of de meest leuke en bijzondere post-its ga ik ook eventjes met jullie doornemen. Wat bijvoorbeeld opviel is dat vrijheid best wel vaak werd opgeschreven. Vrijheid en flexibiliteit bijvoorbeeld, thuiswerken als mogelijkheid. Vrijheid en zelfstandigheid, dat hebben we hier een beetje samengevoegd allemaal. Wat ook vaak genoemd werd, is veiligheid. Hier staat bijvoorbeeld veiligheid qua sfeer in het team, samenwerking, in een veilig klimaat en vertrouwen hebben. En hier staat bijvoorbeeld veiligheid in de samenwerking ervaren met collega's en andere organisaties. Dat gaat dan zelfs nog breder dan alleen maar binnen een VVA. Collegialiteit wordt nog genoemd, ertoe doen en werken wat ertoe doet, wat wordt nog genoemd. En wat natuurlijk ook erg belangrijk is, lol. We hebben de opdracht gekregen om drie vragen te beantwoorden. Leander, welke vraag wil jij vandaag beantwoorden? Foutje! Bedankt! Een kleine verandering van de plannen. Ik ga aan Leander vragen wat hem het meest is bijgebleven. Mij is meest bijgebleven dat we eigenlijk moeten stoppen met het oude denken. We meer met talent moeten gaan werken. Dus ook kijken in de functies en zeker naar de cliënten. Mooi, dank je. Ja, top. Sorry. Er zijn nog meer posters met waardevolle informatie. We hebben aan onze collega's gevraagd om wat zou je morgen anders doen op een poster te schrijven. En waar zou je verder over door willen praten op een poster te schrijven. Ik heb eigenlijk een soort thema. En dat is de bedoeling. Dat neem ik vandaag mee. De bedoeling heb ik ook geschreven. Ja. En wat daar voor mij bij hoort, is wat ik morgen anders zou doen. En dat zou dat leren geen doel op zich is. Okay. Maar dat het zich maar moet verhouden tot de bedoeling. Met wat we aan het doen zijn. En dat is dus eigenlijk ook waar ik over door zou willen praten. Hoe verhouden bijvoorbeeld de leerinstrumenten, zoals op die poster, hoe verhoudt zich dat tot wat je zou willen bereiken in de bedoeling? In plaats van dat je bezig bent met het instrument, of het verbeteren aan het instrument. Mooi. Dat willen we eigenlijk leren. Wat opvalt is dat reflecteren best wel vaak wordt genoemd. Onze collega's willen heel graag aan de slag gaan met reflecteren. Ook zou iemand de reflectiekaartjes weer in beeld zetten op kantoor om leren aan te moedigen en actief bezig te zijn met de veiligheid. Weet je nou niet wat de reflectiekaartjes zijn? Vraag dan eventjes aan je administratie kwaliteit, want die heeft een setje. Dan gaan we door naar waar zou je over door willen praten. Hier zit bijvoorbeeld heel erg naar voren komen dat collega's vooral willen leren van elkaar. Dus in gesprek met collega's, in gesprek met cliënten. En hier zegt iemand dat ik het zeer waardevol vind om met verschillende mensen van verschillende functies te kunnen sparren. Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi. Leernetwerken wordt heel erg vaak genoemd. En om te weten wat leernetwerken zijn, schakelen we nu over naar Arno. Wat is nou een leernetwerk en waarom nou een leernetwerk? Dan neem ik jullie even mee.
rondom thema's zijn er soms heel veel vragen. Hè? Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? En rondom thema's is er ook heel veel kennis. Hè? Zo moet dat. Dit werkt heel goed. Dit werkt goed. Dit heb ik eens gedaan. Goede herinneringen aan. Moeten we vaker doen. Nou, dit alles, dat proberen we eigenlijk met elkaar te verbinden. Dus rondom thema's zijn er leernetwerken van start gegaan. En wat doen die nou? Nou, één keer in de zoveel tijd hebben die eens een keer een overleg. Dan zitten ze allemaal rond de tafel. Om eens te kijken van, hey, welke kennis hebben we nou allemaal in huis? Welke is er buitenleven aan beschikbaar? Wat weten we nou allemaal al? Om dat allemaal te bundelen. Zodat de vragen die we leveren, dat we kunnen bundelen aan kennis. En die leernetwerken zijn op dit moment rondom drie thema's echt actief. Dat is rond LVB, middelengebruik en forensische psychiatrie. Dat zijn drie verschillende leernetwerken. En wat doen we nou? Nou, we overleggen dus, waarbij jullie ook echt welkom zijn. Dus als je een casus hebt, bijvoorbeeld rond LVB, nodig jezelf uit. Om eens aan tafel te komen zitten. Of je kan ook vragen van, joh, kan iemand van jullie niet eens in een teamvergadering aansluiten? Op dit moment is er op het kennisplein een tegel. Van iedere paden zijn er zelfs rondom ieder leernetwerk. En op die manier proberen we eigenlijk het leren een boost te geven. Dat het een golfbeweging is. Ja. Ik denk dat de meeste mensen al heel goed bezig zijn, maar dat beseffen ze zich nog niet. Ja, ja. Redelijk concreet geïnspireerd en ik heb ook bevestigd gekregen, we zijn al best lekker bezig. Succes vieren. Ja. Mooi, ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Nou jongens, dat was hem weer. We hebben een mooie leerbijeenkomst gehad. Fenna, wat heb jij geleerd vandaag? Er is heel veel aan bod gekomen. En ik denk dat het meest bijgebleven is dat we toch wel allemaal gewild hebben om te willen leren eigenlijk. En soms gaat het gewoon lastiger, omdat we echt met elkaar aan het onderzoek zijn van hoe creëren we nou zo'n fijne werkplek, zo'n fijne leerplek. Maar wat wel is bijgebleven is dat we eigenlijk allemaal zijn we op zoek naar wat we het beste kunnen doen voor de cliënt en voor de mensen die ondersteunen. Dus nou, dat is me eigenlijk bijgebleven. Mooi. Ja.